om met de deur in huis te vallen. We komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder. En de dood is, zoals Ton Sijbrands al zei, onze enige toekomst. Ja, rauw, ook wel teder, als je voor de goede verstaande. Maar de rauwheid en het provocerende en het komische overheerst wel, ja. Hij was in eerste instantie tekstschrijver, maar hij is ook fotomodel geweest. Het was een hele mooie jongen vroeger. Beeldende kunst deed hij ook wel wat aan. Het Lover en ik, vereend aangekomen in het gure seizoen van storm, wind en zwerfvuil. Veel lezen, kranten lezen en 's morgens ontbijten in Café Vaas en een speed kopen en ja. Nou, een beetje lummelen eigenlijk. Ik ben niet tegen drinken, ik drink ook wel eens wat, maar dat is niet te vergelijken met mijn drankgebruik met dat van Frans van vroeger, nee. Wat? Ja, als die boven de theewater was, dan was het een moeilijk hanteerbaar figuur. Ik heb wel eens meegemaakt dat hij in de twijfelaar in een dame de handtasje stond te zeiken, weet je wel. Dat heb ik naderhand ook nog een paar keer van haar te horen gekregen. Ja. Mij in mijn rieten mandje staan zeker. Maar ja, joh, dat deed je toch. Als je Lazarus was, dan lette je daar niet op, joh. Dat was leuk, dat was geinig, joh. Het gedichtje heet Distichon. Een distichon is een technische term voor een gedicht wat uit twee regels maar één zin bestaat. Dus die gaan in elkaar over. En heel toepasselijk, het leven dan, in snelvuurvlucht, passé, in een vloek en een zucht. Nou ja, zo is het. Aan het eind, hè?